Goedendag mensen, welkom bij Pyjama Gameplay. En vandaag zijn we er weer met de derde aflevering. Naast mij zit, zoals in de vorige aflevering, Vampie. Heel goed, Vampie. Oftewel, Vamp. Ja, Vamp. Nou, omdat Vampie noemt zichzelf nu Vamp, omdat Vampie eigenlijk best wel heel erg, ja, gay klinkt. Dus, ja, dat is eigenlijk een van de zoveel afkortingen van mijn naam. Ja, precies. Maar Vamp wordt nog wat vaker gebruikt. En vandaag gaan we verder met de derde aflevering. Ik heb eigenlijk zelfs een naam bedacht voor de subscribers. Deze naam heb ik helemaal zelf bedacht. Genaamd My Little Satans. Ja, mijn kleine satanistjes. Zoals jullie kunnen merken, zijn we misschien heel een stukje, klein stukje terug. Ja, dat is omdat we ook in de vorige aflevering echt een nanoseconde of zo achterliepen. Dit valt heel, als je echt goed kijkt, dan valt het misschien te zien. Maar nu zie je ook, heb ik de instellingen wel, want straks dan horen jullie ja, de instellingen zijn nog hetzelfde. Mooi, perfect. Nu vergeten weer te zeven, anders dan zijn we ook nog helemaal de lul. Want dat zijn we dus de vorige keer wel een beetje vergeten, inderdaad. Maar we zijn niet zo heel ver teruggeplaatst. Nee, laat eens even kijken. Ah, hier staat, oh nee, leuk, moeten we hacken. We kopen dat ding gewoon, kan het? Nee, kan niet. Oh, leuk. Ik vind het nou al stom. Wacht even. Het lukt wel. Ooit. Op een dag. Zo moeilijk is deze nog niet. Nee, maar ze worden moeilijker. Ja, dat snap ik. Swap. Ja. En dan swap. En dan swap. En dan ding 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 ding. Volgens mij zijn we echt een stuk terug. Kunnen we die niet knippen? Nee. Van meeuwen. Nee, we speedrunnen gewoon naar de level. Doei. Oké. Okay. Hey, wat van rechts beschoten? Het is vandaag 5 december. En ga je nog wat leuk doen met Sinterklaas, Vampie? Nee, waarom niet? Geloof je niet meer in Sinterklaas? Nee, wij doen meer leuke dingen met kerst. Ah, kerst is stom. We zijn weer bijna dood. Kerst is alleen voor christenen, dus Sinterklaas is voor iedereen die er nog in gelooft. Emergency exit tonight. Leuk. Boom, boom. En we zijn boom. Dood. Nee hoor. Oh, skills. Inderdaad. Ik heb laatste flink streepje. Sinds de vorige aflevering heb ik flink bijgeleerd. Gebruik dan maar die first aid kit die je net te pakken kreeg. Mooi, en use Alcapino stijl 1999 mode. Nou, laten we gaan. Kom op. Het zou wel fijn zijn als hij nu open gaat. Als in, je weet wel nu. Ja, daar hebben ze. En u. Ah, oké, we gaan. Oh shit, we gaan dood. Leuk, laat ze maar komen. Ik ben er klaar voor. Bam. Oké. Okay. Overigens, een van onze maten in het hele Pyjama Gameplay gedoe. Een van onze maten, Bram, die, oftewel Rodjong. Die is, godverdomme, ik ben door. Die is YouTube-partner geworden en nu pakken we zijn geld af. Ja, die is YouTube-partner geworden met zijn eigen kanaal. Ja, nou, zeg, je moet leren geven en dus, zeker een aanrader om er, te gaan kijken. We zullen kijk het niet, alleen mijn video's zijn leuk. Ja, hij heeft ook al een video bij ons gepost natuurlijk. Ja. En, Crash Bandicoot die zonder mijn toestemming heeft mogen plaatsen. Ja, grapje. Nou, Jesus Christ. Nigger. Dood. Papa, ik moet echt opletten wat ik doe. Ik zit weer. Volgens mij ben je veel te afgeleid. Het is weer 3 minuten. Ja, ik kan niet wachten op Sinterklaas, maar dan komt hij weer cadeautjes brengen. Wauw, dat was wel heel slecht. Nigger, dat doe je niet. Oh, 360 kick motherfucking backflip, bitch. Maar hoe heet dat? Hij is met zijn eigen kanaal YouTube-partner geworden. Ja, hij wel, hè. We weten niet of een van jullie kent. Zijn de waarschijnlijk niet. Bram RACP. We zullen waarschijnlijk wel een link plaatsen in de descriptie. Inderdaad. Ook wat ik wil doen is binnenkort kleine vlogs. Niet vlogs. Challenges, zeg maar. Één challenge per maand ongeveer, zoals niet het jaar Simulum challenge bijvoorbeeld. Die wil ik dan gewoon doen, niet bijvoorbeeld bij een bepaald aantal abonnees, niet dat, gewoon voor de lol. Dat lijkt me ook geluk. Binnenkort komt dan ook de Nice Song challenge, die komt erop. Ja, en wat ben je allemaal daarmee van plan dan? Met die Nice Song, dan moet je je vingers spreiden. Ja, ik weet, ik ken oh, het, I have all my fingers. Vanuit goes chop, chop, chop. We hit the spaces. Ah, godverdomme, ik ga dood. Als je het mij vraagt, als je dat zo doet, dan denk ik niet dat je lang in je vingers houdt. Nee?
Niet? Dat is best wel gemeen. Ja, in ieder geval, ik weet nog wel een paar leuke dingen die we sowieso nog een keer moeten doen. Ja, wat dan? Dishonored! Ja, met de vierde Castle Crashers gaan spelen. Maar dan moet mijn computer dat aankunnen. Nee, dat doen we gewoon bij Arthur. Oh, kan ook. Ik mag Arthur niet. Nee, nou en waarom heb je hem dan lid laten worden van dit kanaal? Ja, nou kijk. Klinkt me leuk. En kijk. Maar we gaan sowieso anders gaat hij zielig doen. We gaan sowieso nog met z'n vieren een paar spellen doen. Arthur, als je dit hoort, natuurlijk hoor je dit, want natuurlijk kijk je ons. Als je dit hoort, we hebben het wachtwoord inmiddels veranderd, dus ons account kun je niet meer. Ja, maar we gaan sowieso waarschijnlijk nog met z'n vieren. Ik heb het wachtwoord nooit veranderd, maar daar komt hij nooit achter. Oh mijn god. Waarschijnlijk gaan we nog met z'n vieren, dus een aantal spellen doen. Ik kan al vast vertellen dat die spellen gaan. What the fuck is mis met deze wereld? Dingen als dat, Rage. Ik ga echt dood. Ik kan 6 minuten, deze keer ben ik verknald nul. Geen wonder dat ik geen YouTube partner ben. Geen wonder dat mijn vriendin me verliet. Geen wonder dat ik alleen ben. Geen wonder dat niemand van me houdt. Wat? Wat snap je nou allemaal? Weet ik veel. Nee, maar in ieder geval, er komen nog wel afleveringen met ons alle vier. Bijvoorbeeld, dan spelen we alle vier Castle Crashers. En dan gaan we dus een beetje verder zitten. Wacht even. Alle vier, dat is ik, Duncan, jij en... Oh, wacht, nee. Duncan en jij zijn hetzelfde. ben ik, Clay, Bram en Nathan. Ja, precies. Maar alleen Bram is eigenlijk een pseudoniem, want hij is pas uit zijn TBS ontsnapt. Ontslagen, ontsnapt is hetzelfde. TBS? Dus we gebruiken... Ja, TBS, je weet wel over dat ene gedoetje. Oh ja. Godver... Ik ga niet nog een keer dood, ik meen het. Voilà. Nee. Nee! Weppen. Maar ik kan al zeggen, die afleveringen bevatten gewoon heel veel rage, want of dan gaat er één dood en dan krijg je zoiets als Clay nu heeft. Dat knippen we eruit. Inderdaad. Stukkig. Mijn naam ook al een keer gezegd. Nou hen, dat moet je niet doen! Oké, dus wat het idee is, er is gigantisch veel... Kom, hek. Heb ik nou serieus dit niet... Wat de hel, Nick, wat is dit? Een real health station. Already full health. Oh, wacht. Moet je die dingen slaan? Nee. Jawel. Oh, dan krijg je... Je had dat ding ook kunnen hacken. Dan had je waarschijnlijk meer van die dingen gekregen. Nee, dat is een leugen. Dan worden ze alleen maar goedkoper. Oh. Ik weet het wel beter dan jij van. Dus ik zou maar gewoon rusten. Anders stuur ik je gewoon naar huis. Oké, maar nog heel even terug naar dat, yes! Naar die spellen. Dat was gewoon geweldig, want... Veel zeg rage. Maar voor Castle Crashers, dan wordt veel rage, want als iemand doodgaat, ja, dan krijg je standaard rage. Maar ook het gevecht om munten, dan krijg je bijvoorbeeld ik pak een muntje en dan komt Clay hier aan met van, dat is mijn muntje! Dat is mijn geld! Ja, sorry. Dat, ik, zulke dingen. Ah, nikken! The fuck? Ik bouw een shock met de tering alweer. Maar dit wordt dan natuurlijk niet de videotitel. Nee. Wat wordt de videotitel? Heel snel, we zitten op 8 minuten en wat wordt de videotitel? Ik heb geen thumbnail, ik heb geen videotitel, ik ga door. De thumbnail blijft toch hetzelfde, maar de videotitel, dan moeten we dat ze... Ah, nigga, dat dacht ik niet! Matrix 360 Kick. Ja, dat is het nieuwe woord van vandaag. Matrix 360... Dat wordt de nieuwe titel, Matrix 360 Kick. Echt? Ja, dat wordt een nieuw... Ik vind de titel... Ah, dude! Staat op het hoekje. Vieze klojo dat je rondloopt. Echt waar, je hebt ook geen respect voor mij en mijn spullen. Geweldig dit spel als ze zo op het hoekje staan. Nee, dat is niet geweldig. Wat ben jij voor een nazi? Ja, ik heb het gezegd. Kom haat aan mij. Surgery. Dr. Steinman. When Picasso became bored of painting people... He started representing them as cubes. Another aspect from the world called him a genius. Nou, Hitler was erop tegen. Hitler was ook een schilder. Alleen zijn schilderijen verkocht hij niet. En daar is de reden waarom de Wereldoorlog 2 is gestart. En dat is een beetje geschiedenis van Clay. Ja, maar ik ben gewoon geniaal. Dit heb ik overigens wel van niet Rick Broers. Rick Broers, Serpent Gameplay. Iedereen kent hem wel volgens zijn kanaal. Nu, mooi. Hitler maakte dus schilderijen. Security alert. Dat is volgens mij niet iets goeds. Ah! Kak! Ik ga dood. Weet je. Shit, nigger.
Waarom waarschuwde je me niet eerder voor die security alert? Geen idee. Waarom zit je aan mijn apparatuur? Hè? Je zat aan mijn apparatuur. Ja, nooit het... aan mijn apparatuur. Het is niet slim als je je apparatuur op de ventilator legt. Het interesseert me niet. Dat is of de vraag eens hoeveel neukjes ik geef. Nul. Inderdaad. Hahaha, oké, kut. Een kutse, ja, nou, als je, als een kutse kun je niet doen. En nou pakken we hem, echt die vieze kloot. Weet dat ik hack hem. Turnen. Oh ja, Paul Walker is ook dood, hè? Paul Walker. Ja, je weet wel, die ene uit Fast and the Furious. Oh, zo, die. Zo snel was hij dus weer niet, eigenlijk. Waarom hack je dat ding niet gewoon? Heb je maar omdat ik niet kan hacken en ik vind hacken stom. Behalve als dat het in mijn toch? Eigen... Behalve als het hacken in mijn eigen voordeel is. Want in dit geval dus niet... Ja, maar dan hack ik hem gewoon toch? Nee. Misschien dat ik nee, ik wil dat je met geen enkel geval met je fysieke kleren poten naar mijn controle zit. Ook dat zijn mijn controles. Ook al is die voor jou, ook al is dit jouw pc, ook al is dit jouw huis, ik heb de regels, want ik heb het gamepad nou. Ja, ja. Lol, yolo, doei. Oké, oké, Nah, shit. Wie is dat dan? Is dat dokter? Steinman! Oh, dat is die dokter waarvan ja, we... Ja, ja, Steinman! Hij staat vluchten. Quit living on dreams. Vind je dat ding niet eerst even schrijven? Zodat dingen goedkoper zijn. Live is nee. Not what it seems. Diamond is blonde and gay. Je hebt hier gewoon de Big Spender. Ja. Dat is ook een achievement voor, hè, Big Spender. Nee, ik kom terug. Ik wil je gaan naar. Waar is dat ding? Oh, daar is die. Hey, dude. Kerel. Waarom val je mij niet aan? Volgens mij is het een vrouw, maar oké. Dit is duidelijk een kerel. Waar is jouw gevoel van zicht? Je hebt een bril op, 10 punten voor Gryffindor. En dat zeg ik altijd. Ik zie zo erg ziek uit. Hij ziet er zo erg ziekelijk uit. Telkens als hij je vraag goed is, zeg ik 10 punten voor Gryffindor. Dan moet hij lachen. En dan gaat hij dat ding weer vernielen. Waarom ook niet? Branch, slaan. Hè, eindelijk. Wat tijd. Slaan. Hé, de teddybeer is weg. Ik ben weer heel agressief vandaag. Nee. Dit is gewoon eigenlijk mijn normale gedrag. Ja, oké. Dun. Oké, waarheen? Ik postte op Twitter dat ik vandaag ging recorden en ik kreeg meteen een retweet. Van wie? Van een of andere Jos. Oké, dan... Nee, ik ken die Jos. Hij maakte onze logo's en zo. Ah. Alleen... Ja. Overigens, ik heb laatst zoiets geniaals op Twitter gevonden. Dat moet ik jou zo laten zien. Dan ga je echt kapot lachen. Waarom kan ik hier boven... Physics, help. Van gravity. En nou worden de lichten te stijgen. Ja, dat zou blijkbaar... Screw dus gravity. Topska. Au. Ga je de goede kant op? Weet ik niet. YOLO! Volgens mij ga je terug, maar... Dat kan ook... Ah, onmogelijk man. Niemand kan terug. We kunnen niet weg. Wist je? Laatst, oh, nee, tijdens loodjes trekken gaf ik iemand uit de... Tijdens loodjes trekken gaf ik iemand uit de klas alles reinigen. Alleen, ik zeg zo, je kunt rennen voor je problemen, maar zelfs alles reinigt jouw zonde niet. Nou, waarschijnlijk weet ik nu al een betere titel, de Sinterklaas aflevering of zo. Nee, alles reinigt jouw zonde niet, kind. Wat? Alles reinigt je zonde niet. Ik vind het best wel goed. Oké, leuk. Nu ken ik word gebeld, okay. Ik word gebeld. Maar ik, het is mijn moeder, maar ik neem niet op. Zo swag heb ik opgeprobeerd. Ik denk niet dat je dat eigenlijk wilt doen, want... Nee, ach, wat kan het nou fout gaan? En 2 minuten later ben ik dood. Ja, nou, 2 minuten later. Nou, ik denk niet dat je het over 2 minuten later... DOO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 
Maar ik geef je gelijk. En ik raad jullie aan, als je een telefoontje van je moeder krijgt, je kan beter opnemen, want... Ah joh, tuurlijk niet. Ik zit midden in een gevecht. Dat begrijp je vast wel. En ik ga ook weer dood en dat begrijpt samen. Ik word hier... Dit zijn zoveel turks, ik kan dit niet aan. Lekker of de motherfucking Aperture Sciences. Ah! What the fuck? The fuck? Oké, wat gebeurde daar? Ik heb echt geen idee wat er gebeurde. Hoe lang zijn we al? Opnemen 14 minuten en 31 seconden. Perfect. Als dit nou ook niet achterloopt, dat zou heel fijn zijn, weet je. Waarschijnlijk gaan we gewoon nog lekker 5 minuten door voor de fun. Ja, zijn we nou helemaal weer terug daar? Ik wil weer dood. Waarom? We zijn honderden file chambers bij gegaan, maar nee, laten we terug gaan. Dat is leuk. Niet dus. Stel dat je nice.
Dus ja, sowieso na Bioshock Doom. Na Bioshock, ik praat eerst. Ja, oké. Na Bioshock doen we sowieso Dishonored. En tijdens Dishonored nemen we nog een tegelijk een let's play op met Halo. En dat doe ik dan met Vamp hier naast mij. Ja, deze, en dan zullen we beide gaan spelen. En dan zullen we eens kijken wie er nou zo goed is. Ja. Je mag je kansen zetten op mij. We openen een wat is dit? Is dit Hexterlight? Heb ik geen ene fuck aan. Ik ken bijna alle gene tonics hier. En aan de meeste heb je echt niks. Aan plasmids heb je tenminste wel wat. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, kogels heb je ook altijd wat. Ja, kogels sowieso. Maar okay, ik liep altijd... Godverdomme, nee, dat verdomde alarm. Nou pakken we het ook. Nou ben ik het helemaal zat. Hebben we nog kogels? Als het goed is, hebben we volgens... Nee, we gaan niet nog een keer dood. Ik ben het helemaal klaar. Je komt er niet bij. Jawel, ik kan het. Dora zegt dat ik het kan. Dus dan kan... Godverdomme, ik kan het niet. Oké, wegwezen hier. Weet je, Dora aan de Amerikaanse overgrens. En ineens was ze tegen de grond aangewerkt. Oh, you were just exploring. Not in my country. Dat is een grap. Lach. Oké dan. Lach! Lach, peasant. Maar in ieder geval, we gaan dus nog een let's play van Halo met z'n vieren. Met z'n, ja, met z'n, Castle Crushers ook. Ja, ook nog een keer met z'n vieren. Misschien de Halo online tegen we elkaar. We willen ook een let's play maken van... Alle van de Assassin's Creed series. Alleen dat heeft eeuwig geduld nodig totdat ik mijn issues heb opgelost met Assassin's Creed Black Flag. Ja, en totdat Bioshock, waarschijnlijk de Bioshock serie ook af is. Waarschijnlijk ja, dat is dat sowieso. Iets, waarschijnlijk komt dat pas volgend jaar, want we zitten aan het eind van het jaar. Ja, dat klopt. Het is vandaag 5 december. Wat krijg jij voor kerst? Laat in de comments achter wat jij voor kerst krijgt. Ik hoop een hele pijnlijke naam. De machinegeweer is leeg. Wat? Ik wou dus zeggen, ik hoop dat jij... Voor, wat, zeg nou kerst? Of zeg ik nou Ja, is een kerst. Oké, okay, nou, scratch that. Wat krijg jij voor 5 december? Ik hoop een hele nare, pijnlijke dood. Wij van Pyjama Gameplay... Zijn we weer aardig, hè? Wij van Pyjama Gameplay wensen je vertiefde feestdagen. Want we geven om niemand anders dan de likes. Ja, een goede manier om, hoe heet dat, om likes te krijgen. Ja, zoals dus David. Dus David geeft ook alleen maar om de likes. Maar ja, als, we dit, dus als hij dit hoort, dan gaat hij natuurlijk op Twitter posten. Oh nee, dat vind ik niet leuk. Iedereen dislike deze jongens zijn video's, want hij praat heel slecht over mij. Oh, oh. Hij heeft als het goed is meer, hoe heet het, hij heeft meer reclame in zijn, of was het anders? Inderdaad, hij heeft meer reclame dan de gameplay. Precies. Okay. Ik heb een hele kant dus daar het vaak een Banjo Movies niet echt. Alleen... Ja, kijk, dat is mijn mening. Oké, dus ik weet zeker dat David heeft een neus voor haat. Reacties zijn ook een neus voor dislikes. Dus als David dit hoort... David, we bedoelen ja, het niet zo. Maar dit is onze mening, David. En dat mogen we zeggen. Ook dit gamekanaal is ook... Want Nederland is een vrij land. Ja, nee, eigenlijk niet. Maar ook al is, is dit een heel klein kanaal... Met maar 3 video's of zo. Ik vind het toch leuk om onze mening te... Oké, 1949 stel. Mooi. Echt El Capone uithangen. El Capone. Hij had een STD, hij had een SOA. El Capone had een SOA. Dus jongens, vrij veilig of vrij niet. Of vrij gewoon. Ja, laten we het even zo zeggen. Vrij zoals je wilt, op je eigen risico. Nee, vrij. Wij zijn niet aanspreekbaar voor enig hersenletsel door piramidespellen. Wat? Oh, hebben we nu wat ik denk wat we hebben? Ja, we hebben nu wat je denkt dat ik heb. Haha, wat ik! Jongens! Burn, baby, burn! Ja, oké. Okay, wat de... What the fuck? Zo. Nou, burn. Burn, baby. Oh, wacht. Dat moet ik natuurlijk niet zelf gaan burnen. Ja, natuurlijk. Dus lijkt me wel aan. Hé, oh nee, toch. Ah, verdomde Gather's Garden die stuk is. Kun je het nou nog een keer aansteken, denk je? Dat lijkt me niet. Ik bedoel physics. Ah, dat blijft... Ja, oké. Hé, hey, we hebben weer geld. $50. Het heeft een limiet van 500. Dat weet ik. Burn, baby, burn. Welke kant moet ik nog? Hier stopt het niet aan wezen met zijn let's play, dus... Ja. We lopen vast. Nee, dat doen we niet. Alles onder controle, dikke mik, alles goed. We maken deze video iets langer, want dat is leuk.
Of niet? Ik kan stel je maar langer uploaden, maar dat... Ah, jongen, renderen duurt... Het renderen duurt af en toe wel erg lang, maar... Oh, dat vind ik wel meervallen. Tja... Ja, vorige keer renderen duurde langer dan de eerste aflevering. Of dat toeval is, we'll never know. Ja. Dat is blijkbaar de logica van filmpjes. Als je een kort filmpje maakt, duurt het renderen langer dan een lang filmpje. Ja, precies. Overigens, Daan de Vos is dood. Met welk programma is dat dan weer? Flikker Maastricht. Daan de Vos is vermoord door Fleur Wolfs, de dochter van... Floris Wolfs. Ik wou zeggen Wolfs, maar dat kan niet. Oh ja, spoilers. Sorry, spoilers. Voor mensen die seizoen 7 nog niet eens hebben gezien. Kijk je Flikker Maastricht, laat achter in de comments. Kijk je nu Flikker Maastricht, laat achter in de comments. Kun je ademen? Laat achter in de comments. Ja, nou, waarschijnlijk moeten we hier naar beneden. Ik wil niet naar beneden. Ik vind het veilig hierboven. Ja, omdat je daar al de vijanden net vermoord hebt. Ja, precies. Maar ja, we moeten verder. Get jinxed, motherfuckers. En dat is van LOL. Waarom Let's Play LOL niet? Geen idee. Blue Jinx. Ik heb het spel niet gekozen, hè? Nee. Jij hebt ook echt geen inzage. Je hebt een electric bug. Wat is dat dan weer voor ding? Dat is voor de shot. Ik heb niet eens een shotgun. Wauw, dat is wel echt slecht. Ik krijg electric bugs, maar ik heb geen shotgun. Logic. Lopen we nou rondjes? Ik haat rondjes. Ja, want je bent hier... Lopen geen rondjes, de... Dun. Weet je, voorlopig geen rondjes, dat is een leugen die jij hebt bedacht. God. Oké. Dat is ook een leugen die is bedacht. Weet je, als iemand een verzonnen vriendje heeft, dan heet het schizofrenie. Maar hebben meerdere personen dezelfde verzonnen vriendje, dan heet het religie. dat is de wijsheid. Die heb ik nog nooit gehoord eigenlijk. Dat is de wijsheid. En met dit, weer de wijze uitspraak van met deze wijze uitspraak heeft Bram ons ongeabonneerd op dit kanaal. Maar Bram is moslim. Ja, als we daar naar boven gaan, dan lopen we weer rotjes, dus... Ik wil niet... Wat is dit voor... Maak hem 23 minuten, anders dan word ik heel gek. Ja, van de rondjes lopen. We gaan ook geen pauze nemen, want de laatste keer dat we dat deden, zaten we 3 dagen om te editen. Dus... Inderdaad. Ja. Oké, we gaan deze kant op dit. YOLO! Het zal wel goed zijn. Het zal wel goed zijn. Nou, hier, kijk, enemies, mooi. Er zijn enemies. Dus enemies betekent altijd dat je de goede kant op gaat. Ja, klopt. Tenminste. Of juist de verkeerde kant, maar dat je er heel lang aan het. Hij is gevlucht. Ah, tief op toch. Bam. Nou, dan gaat de enemy me niet dood. Nee. Gewoon incinerate, want vuur is toch veel leuker dan elektriciteit. Nee. Ik equip ik nooit incinerate. Behalve toen met Bioshock 2, als je de laatste upgrade hebt, kun je ook vuur en magmaballen gooien. Oh ja, dan. En dan is het wat meer leuk. Ik vertrouw dit niet. Spontaan is een moleculaire vervorming. Oké. Okay. We mogen dus zwemmen. Het is 23 minuten, we zouden eigenlijk moeten stoppen. Maar als je daar een enemy en daar maken we... Wat gebeurt er? Wow. Logica. Het licht ging even uit. Oh mijn god, wat is dat dan? Ik heb geen idee. Bedankt voor het kijken van Pyjama Gameplay, Bioshock Let's Play aflevering 3. Laat een leuk achter als je deze video leuk vond. Laat een dislike achter als je deze video niet leuk vond. En kijk de volgende keer gewoon weer naar een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hou je mond vast? Nee. Klotzak.